Het is 2 graden, het sneeuwt, het regent. Waar zijn jullie dan mee bezig? Wij brengen gezondheid naar de mensen. Want met dit weer moet je gezond blijven. Nou valt het mij op, dan zie ik hier 4 vrouwen staan van het GOB. Waar zijn al die mannen? Die mannen hebben we vandaag thuis gelaten. Wij hebben gezegd, wij voeren algemene campagne. Campagne voor het GOB, dus niet voor onszelf. En de vrouwen van het GOB hebben zich naar voren geschoven en hebben allemaal wat met gezondheid. En daarom hebben we deze beslissing gemaakt. En de mannen zijn komen kijken. Ze waren van harte welkom. Kijken en dan snel naar huis? Jazeker, jazeker. Die denken van nou, die blijven wel in dit weer staan. En ze doen het goed, dus ze mogen het blijven doen. Jazeker. Waar gaat het GOB deze verkiezingen precies voor? We gaan voor leefbaarheid. We gaan voor economie, een gezonde economie. En dat kunnen we alleen met gezonde mensen in onze gemeente. En daarom staat leefbaarheid ook bovenaan. Dat we het met z'n allen gaan doen. Heb je een concreet voorbeeld voor ons? Ik heb geen concreet voorbeeld. Ik pak gewoon een algemeen voorbeeld. De ondernemers die moeten in deze stad vooral doen waar ze goed in zijn. Ondernemen. En wij als GOB staan ervoor om deze grote MKB, het kleine MKB, zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. En dat is alleen maar goed voor ons allen. Een goede economie hebben we met ons allen nodig. En we kunnen het niet voor iedereen goed doen. Maar we kunnen wel goed naar de mensen luisteren. En proberen dan zoveel mogelijk te gaan doen. Is er de laatste 4 jaar niet genoeg geluisterd naar de mensen van Sittard Geleen? Jazeker, er is heel veel geluisterd en er is ook heel veel niet gehoord. En wij zijn weer terug op straat, zoals je ziet. Ook in alle weersomstandigheden. En om naar de mensen te luisteren. En het gaat om de kleine dingen. En als we de kleine dingen goed weg kunnen zetten, dan worden ze vanzelf samenhangend naar één groot goed. Sluit je persoonlijk de PVV uit in de coalitie met GOB? Laat de PVV eens komen met een heel goed programma en met goede ideeën waar we samen mee kunnen werken. En dan valt er altijd te praten. Nee, ik denk niet dat het de meest gewenste partij is. Maar wij staan voor samen, dat hebben wij gezegd. Zo dragen wij dat ook uit binnen het GOB. En goed, eigenlijk heeft het op dit moment niks te maken met de algemene campagne waar we hier voor morgen voor staan. Want dat is vooral een positieve gezondheid aan alle mensen toewensen.